Sommige keukens krijgen als afwerking nog vulstroken of een krans of lichtlijst. Werk bij deze afwerking altijd van boven naar beneden. Lijm de krans en lichtlijsten met houtlijm. Schroef nooit door een luifel of vanuit de zichtkant. Er mogen dus nooit dopjes aan de zichtkant zitten. Stop een stukje formica tussen de lijst en de zaagtafel om een hoek te krijgen die een fractie kleiner is dan je wil zagen. Hiermee voorkom je kieren aan de zichtkant. Schroef ook de lichtlijst van onderuit vast. Kit de rand tussen de lichtlijst en de kast aan achterzijde dicht. Hierdoor voorkom je dat er licht doorheen valt. Als laatste afwerking monteer je de vulstroken. Boor de kasten voor om splijten te voorkomen. Sommige keukens krijgen een granieten achterwand boven het fornuis. Teken deze af op de muur en boor aan weerszijde een hulpgat. Doe dit niet bij een afgewerkte muur. Bevestig dit blad met montagekit. Druk het blad tegen de muur en haal het er meteen weer vanaf. Hierdoor verdwijnen eventuele luchtbellen in de kit. Druk het blad opnieuw goed aan en fixeer het met twee tijdelijke klemmen. Plak een stuk ductape op de spatrand om de uitsparing af te tekenen. Je kan zo de aftekening goed onderscheiden en makkelijker afslijpen. Plak de spatrand vast met montagekit. De koppelnaden kit je vast met tenax. Indien nodig fixeer je de spatrand met een hulpklem, zodat de koppelnaden vlak in elkaar overlopen of je gebruikt hiervoor een wichtje. Nu de hele bovenbouw klaar is, monteer je de spoelbak. Monteer eerst de kraan en daarna pas de spoelbak. Dit gaat veel makkelijker dan dat je eerst de spoelbak plaatst. Ontvet de spoelbak met alcohol of wasbenzine. Doe dit ook met de granieten rand. Kit de bak vast met siliconenkit.
Fixeer de bak met de bijgeleverde klemmen. Gebruik een houten blokje tussen de klem en het granieten blad. Spuit de rand in met een zeepspuitje met water en dreft. Je voorkomt hiermee dat de kit aan het blad plakt. Schraap de overtollige kit eraf. Kit de korfplug vast met siliconenkit om lekkage te voorkomen. Sommige keukens krijgen een schouw. Maak een uitsparing voor de granieten achterwand. Zet de bovenkap eerst op de grond in elkaar en demonteer deze dan weer. Meet het gat voor de afzuiger. Voor de zekerheid controleer je de maatvoering nog een keer diagonaal. Bevestig twee hoekbeugels en monteer de kap aan de muur. Hierna bevestig je één voor één de wanden van de bovenkap. Plaats de afzuiger in de afzuigkap en sluit het snoer aan. Fixeer de afvoerslang met schroeven met revetten aan de afzuigkap. Sluit alles luchtdicht af met ducttape. Als laatste maak je de kap dicht door het plaatsen van de voorkant.